Hey hoi, leuk dat je kijkt naar de bespreking van het HAVO scheikundeexamen 2022, het eerste tijdvak. Ik ga zo meteen de vragen langs en laat de antwoorden zien. Ik probeer het dus uit te leggen en ik ga ervan uit dat je van tevoren de vragen zelf hebt geprobeerd, anders gaat het echt veel te snel. Als eerste vraag 1 natuurlijk, hier moeten we gaan uitleggen dat het verbranden van fossiele brandstoffen een grotere bijdrage levert aan het versterkt broeikaseffect dan het verbranden van biobrandstoffen. In beide gevallen, dus bij de fossiele brandstoffen en bij de biobrandstoffen, komt de CO2 vrij bij de verbranding. En CO2, zoals je weet, is een broeikasgas, het versterkt het broeikaseffect. Wat is nou het verschil? Die biobrandstoffen zijn gemaakt van planten. Die hebben vrij kort daarvoor, niet miljoenen jaren geleden zoals bij fossiele brandstoffen, maar kort daarvoor CO2 opgenomen via fotosynthese. Dat betekent dat er netto minder CO2 vrijkomt bij het gebruik van biobrandstoffen. De tweede opgave is een beetje een soort puzzel. We hebben hier een vrij ingewikkelde structuurformule. En wat moeten we daarmee doen? We moeten hier een hydrolyse reactie van gaan tekenen, waarbij de twee losse glucosemoleculen afsplitsen. En dat moeten we doen in structuurformules. Dus met van die dingen met die streepjes. Begin ik gewoon met het woord hydrolyse. Hydrolyse betekent een reactie van een grote stof met water die kleinere stoffen wordt. Dus we krijgen sowieso water voor de pijl. We moesten in structuurformules, dus met die streepjes, dus we schrijven hem zo op. Dan is gegeven dat er twee moleculen glucose afsplitsen. Dat is eigenlijk, hier zie je een deel van glucose en daar ook. En wat glucose is in structuurformules kun je gewoon vinden in BINAS 67F of in Science Data. En die mag je gewoon overtekenen. Het is niet helemaal dezelfde manier van tekenen als daar, je mag dit ook gebruiken. En we zetten er alvast een 2 voor, omdat er staat dat er twee glucosemoleculen afsplitsen. Nou, dit stuk is glucose, en dat moet ik wel even bijzeggen. Hier mist nog even een OH-groep en hier bij die O mist nog even een H'tje, als je het vergelijkt met deze. En dat komt door het water wat hier voor de pijl staat. Er zijn dan ook twee watermoleculen nodig, dus zowel om van dit ding glucose te maken, als om van dat ding glucose te maken. Moet het nog even helemaal kloppend gemaakt worden? Hier in dat groene deel en daar ook, dat zijn die dingen die dus glucose zijn geworden, samen met die twee watermoleculen. Dan moeten we even kijken wat er overblijft. Dat is eigenlijk dit stukje. Het kringeltje laat je daar aan zitten, want daarvoor komen nog een heleboel andere glucose-eenheden. Dus die staat daar en dat tekenen we gewoon verder af. En deze O, dat wordt ook een OH-groep. Ja, het haartje komt eigenlijk ook weer van die watermoleculen. Nou, zoals het hier staat, hebben we de kloppende vergelijking staan. Die groene dingen die moeten natuurlijk niet omheen, dus dit is eigenlijk het officiële antwoord. Vraag 3. Een stuk makkelijker vraag. Gewoon even een reactievergelijking en de stoffen staan gewoon in de vraag. Glucose en waterstof reageren met elkaar. Let op dat waterstof niet H is, maar H2. Dat kun je vinden in BINAS 40A. En mocht je glucose niet vinden, ook die formule staat in BINAS. Na de pijl, hexaan, het alkaan met 6 C-atomen, dus 2 keer 6 plus 2, 14 H'tjes, en water. Nu hebben we de goede stoffen en dan moeten we hem even kloppend gaan maken. Nou, ik zie hier 6 O'tjes staan. En als ik een 6 voor het water zet, heb ik ook rechts 6 O'tjes. Nou, moet het alleen het water zal nog even kloppend gemaakt worden. Ik heb er aan de rechterkant nu 14 plus 12 is 26. Hier zijn er 12, dus om hier 14 haartjes van te maken, moet er toch een 7 voor. Zo hebben we de kloppende vergelijking en 3 puntjes voor vraag 3. Vraag 4. We moeten hier uit gaan leggen waarom dodecaan, C12H26, de formule staat erbij, niet goed mengt met water. En dat moeten we doen aan de hand van de formule van dodecaan. Dus iets uit die formule moeten we gaan noemen. Het antwoord wat ik het meest gelezen heb op het examen is dit, en dat is ook goed. Dodecaan bevat geen OH-groepen en ook geen NH-groepen. Noem ze allebei. Ze kunnen allebei waterbruggen vormen. En als je alleen maar zegt er zijn geen OH-groepen, ja, dan zou je kunnen bedoelen dat er wel NH-groepen zijn. Dus schrijf je het duidelijk op, er is en geen OH en geen NH. Het gevolg daarvan is dat de moleculen van dodecaan niet met water waterbruggen kunnen vormen. Daarom mengen water en dodecaan niet goed met elkaar. Je mag in plaats van dat verhaal van die waterbruggen ook zeggen, bijvoorbeeld dodecaan is hydrofoob, daarom mengt het niet goed. En je zou ook mogen zeggen,
C12H26 bestaat alleen maar uit C- en H-atomen en daarom kan het geen waterstofbrug vormen. Dus je kunt het op meerdere manieren opschrijven om hier de twee punten te halen. Dan gaan we naar een rekenvraag. We moeten de reactiesnelheid uitrekenen in mol per liter water per seconde. Nou, dat klinkt ingewikkelder dan het is. We moeten eigenlijk gewoon deze getallen die hier staan gebruiken. En gewoon kijken naar de eenheid mol per liter water per seconde. De getallen erbij zoeken en dan kun je hem eigenlijk gewoon stap voor stap uitrekenen. Dan begin ik met mol per liter water. Het aantal mol is gewoon in de tekst gegeven. Het gaat over mol hexaan. En het aantal liter water staat er niet letterlijk in. Er staat 9,5 milliliter. Maar milli is een duizendste deel. Dus als ik door duizend deel, kom ik op 0,0095 liter. Nou, als ik het aantal mol deel door het aantal liter, kom ik het aantal mol per liter uit. Mol per liter is niet genoeg. Het moet mol per liter per seconde zijn. Dan ga ik eerst even kijken hoeveel seconden het eigenlijk is. Nou, het is 12 uur, 12,0. Nou, als ik dat 12 keer 60 minuten keer 60 seconden per minuut doe, kom ik op 43.200 seconden uit. Nou, als ik het aantal mol per liter deel door het aantal seconden, kom ik op een getal in mol per liter per seconde. Je moet hier de uitkomst geven in het juiste aantal significante cijfers. Dat levert een extra punt op. Dus we kijken op het einde nog even welke getallen hebben we gebruikt uit de vraag. Nou, we zien hier 9,5, dat heeft twee significante cijfers. Die 12,0 heeft er 3. En dit aantal mol hexaan ook 3, maar het kleinste aantal is 2. Dus ik rond hem af op 2 significante cijfers. 6,2 x 10 min 6 mol per liter water per seconde is het antwoord. Bij vraag 6 moet je twee isomeren van hexaan tekenen. Wat zijn isomeren ook alweer? Stoffen met dezelfde molecuulformule, maar een verschillende structuurformule. De molecuulformule is C6H14. Dus we moeten stoffen tekenen, twee verschillende, die 6 C's en 14 H's hebben, maar het mag dus geen hexaan zelf zijn. Hexaan is geen isomeer van zichzelf. Een voorbeeld is dit. Ik teken hier 5 C's op een rijtje en deze als zijgroep eronder. Dus nu heb ik 6 C's en 14 H's, dus geen hexaan, want dan zouden ze allemaal op een rijtje liggen. Let op dat je die zijgroep niet aan de eerste C tekent. Als ik die eerste C daar die zijgroep aan zou tekenen, dan zou ik gewoon een beetje krom getekend hexaan hebben. Dat is dezelfde stof. Wel kan is dat die zijgroep niet aan de tweede, maar aan de derde C zit. Dit zijn dus twee verschillende isomeren van hexaan. Er zijn nog een paar andere. Van deze vier verschillende structuren moet je er twee tekenen om twee punten te halen hier. Vraag 7 is denk ik makkelijk scoren. We moeten hier de vergelijking van de vorming van ammoniak in stap 3 geven. Maar de twee beginstof en het reactieproduct die zijn gewoon al verklapt. Dus voor de pijl H2NN2 en na de pijl NH3. We moeten alleen nog even kloppend maken. Op deze manier. Dan vraag 8. Dat is weer een stuk lastigere vraag. Microniveau dus altijd precies formuleren. Het gaat hier om het vloeibaar maken van ammoniakgas. Hoe moeten we dat op microniveau beschrijven? Dan moeten we dus gaan kijken wat er gebeurt met die moleculen waaruit het ammoniakgas bestaat. Bij het vloeibaar maken moeten die ammoniakmoleculen dichter bij elkaar komen. Ja, dat kan je door afkoelen of door samenpersen bereiken. Maar op microniveau zeg je dan, de afstand tussen de ammoniakmoleculen wordt een stuk kleiner, zodat ze onderling, die ammoniakmoleculen, waterbruggen kunnen vormen. Dit is al het antwoord. Je kunt er nog bij zeggen, nou dan houden de moleculen elkaar vast, krijg je vloeistof, dat soort dingen. Maar dit is een antwoord op microniveau, want ik heb gezegd ammoniakmoleculen en waterstofbruggen, dat zijn begrippen op microniveau. Die heb ik dus hier gebruikt. Gaan we naar vraag 9. Hier moesten we gaan uitleggen of het gasmengsel X, wat hier ontstaat, gebruikt kan worden hier als gas Y. En het gekke is dat hier eigenlijk twee tegenovergestelde antwoorden allebei goed zijn. Ik begin even met het eerste antwoord. We hebben hier lucht als ingaande stof, stikstof gaat eruit, dus in gasmengsel X moet zuurstof zitten. Nou, hebben we zuurstof nodig hier bij stap 6? Ja, want stap 6 is de verbranding van ammoniak, en dan heb je altijd zuurstof voor nodig. Je ziet hier natuurlijk ootjes staan in dat water, die moeten ergens vandaan komen.
Grasmengsel X zou in plaats van ei gebruikt kunnen worden, want het bevat allebei zuurstof. Een ander goed antwoord is dit. Bij die stap 2 krijgen we X, en dat is lucht zonder stikstof. Maar er zit nu niet alleen zuurstof in, er zit ook een beetje argon in, er zit een beetje CO2 in, er zitten andere stoffen in. Als je dat gaat gebruiken bij die verbranding bij stap 6, krijg je niet alleen stikstof en water, maar ook een aantal ongewenste stoffen. Doordat die stoffen die verder nog in de rest van dat lucht zitten, ook gaan reageren. En dat betekent de omgekeerde conclusie van net, dat gasmengsel X in plaats van Y niet gebruikt kan worden. Beide antwoorden zijn goed, maar het hangt natuurlijk af van of je de juiste uitleg erbij geeft. Dan gaan we naar 10. Een leervraagje. Bij het verbranden van ammoniakgas kunnen ongewenste bijproducten ontstaan. Nou, wat zijn die? Denk aan alle stikstofproblematiek. We hebben er tegenwoordig een aparte minister voor. Dat zijn NOx, NO of NO2. Ja, dus stikstof en zuurstof kunnen dan een andere verbinding vormen. Nou, dat kan dus stikstofmonoxide of stikstofdioxide zijn. Of eigenlijk allebei, dan noem je het NOx. Dan moeten we bij vraag 11 gaan rekenen aan de reactiewarmte. En meestal vragen ze bereken de reactiewarmte. Hier hebben ze hem al gegeven en moet je gaan aantonen dat het antwoord goed is. Dus dat scheelt. Als je dan een klein foutje maakt, dan kun je gaan kijken van, wacht even, er klopt iets niet, ik ben iets vergeten. Waarom is dat zo? Omdat we dit getal straks bij de volgende vraag nodig gaan hebben. Dus als een vraag zo gesteld is, is het voor jou ook al even een signaal, wacht even. Dat getal, die -3,83 × 10⁵, die heb ik ergens in de volgende vraag nodig. Maar goed, eerst deze vraag. Ik ga eerst de stoffen uit deze reactievergelijking onder elkaar zetten. En dan ga ik opzoeken wat de bijbehorende vormingswarmtes zijn. Nou, er staat in de vraag al bij dat ik BINAS 57 of Science Data 92 moet gebruiken. En zuurstof en stikstof en elementen die staan er niet in. En bij water moet je altijd even opletten. Er staat een L'tje hierachter. Dus ik neem ook de vormingswarmte van vloeibaar water. Dus ik schrijf hier de getallen gewoon even over. En dat is als eenheid 10⁵ joule per mol. In deze reactie heb ik niet 1, maar 4 mol Na3. Dus ik doe die Na3 keer 4. Zuurstof en stikstof, dat is toch gewoon 0. Die laat ik staan. En bij water doe ik het keer 6. En dan heb ik niet meer joule per mol, maar joule. Omdat ik uitga van de getallen die in deze reactie staan. Dan moet ik even naar de tekens kijken. De stoffen die voor de pijl staan, ammoniak en zuurstof hier, daarvoor moet je de teken veranderen. Dus dat betekent dat de min die daar staat een plus moet worden. Bij zuurstof maakt het natuurlijk niet uit. En de stoffen na de pijl, dan laat je het gewoon staan. Dus deze min blijft gewoon. Ga ik het allemaal optellen, deze twee getallen eigenlijk optellen, dan kom ik op -15,32 × 10⁵ joule. Maar dat is per 4 mol Na3. Ik moet dus nog even door 4 delen om het per mol Na3 te krijgen. En daar komt gelukkig precies het antwoord uit wat we moesten aantonen. Dus dan weten we, deze vraag moet goed zijn. We hebben de puntjes binnen. Nou, bij 12 hebben we dat getal dus nodig. Dat getal dat we hier net hadden. En hier moeten we een beetje een ongebruikelijke berekening doen. Maar een hoop getallen staan er. En probeer, als je zo'n vraag krijgt, niet te denken van help, ik kan dit niet. Maar gewoon eens kijken met de getallen, wat kan ik daarmee doen? En dan kom je eigenlijk vanzelf al een beetje tot het antwoord. Er staat hier hoeveel kilowattuur een gemiddeld Nederlands huishouden gebruikt. Hier staat hoe je kilowattuur komt omrekenen naar joule. Nou, hier hebben we iets met joule per mol ammoniak. Dus dan kunnen we naar mol ammoniak. En uiteindelijk moeten we naar kilogram ammoniak. Dus dat zijn een beetje grote lijnen stappen. En dan is er nog één ding wat we even moeten bedenken, is dat maar 60% van die energie elektriciteit. Dus je verliest onderweg energie, we moeten die 60% nog ergens in die berekening gaan gebruiken. Ik begin even bij het begin. Ik ga gewoon uitrekenen hoeveel joule er nodig is. Nou, het aantal kilowattuur is gegeven, het aantal joule per kilowattuur is gegeven. En doe je dat keer elkaar, dan kom ik op dit aantal joule uit wat er per jaar nodig is. De laatste stap van deze vraag is denk ik die 60%. Een deel van die energie gaat verloren. Dus de hoeveelheid die hier staat, dat is 60%. En ik moet weten wat dan 100% is. Dat kan ik berekenen door te delen door 0,60. Dat kan ik ook met de verhoudingstabel doen. In totaal heb ik 100% elektriciteit is 60. Dus als ik dit wil hebben, wat is er dan nodig?
dit keer 100 gedeeld door 60. En dan komt dan dit getal uit. Nou, dan moet ik gaan kijken hoeveel mol ammoniak het is. Nou, ik weet hoeveel joule er per mol ammoniak is. Dus als ik het aantal joule deel door het aantal joule per mol ammoniak, komt het aantal mol ammoniak uit. Ook hier weer voor de liefhebbers van verhoudingstabellen, dat kun je ook op zo'n manier doen. En dit aantal joule staat hier, hoort bij 1 mol ammoniak. Ik heb zoveel joule net berekend. En welk getal daar dan komt te staan, is dit keer 1 gedeeld door deze. Dan komt het makkelijke stukje. Ik weet een mol, ik kan naar gram rekenen. Dan doe ik keer de molaire massa van ammoniak. Dat is 17,031 gram per mol. Opletten, de vraag is in kilogram ammoniak. Dus ik moet het aantal gram, 1000 gram is 1 kilogram, delen door 1000. Dan komen we op het antwoord van 8,8 maal 10 tot de tweede kilogram ammoniak uit. Bij vraag 13 de vraag, wat is nou een reden waarom vloeibare ammoniak de voorkeur zou hebben boven vloeibare waterstof? Je zou bijvoorbeeld naar het volgende kunnen kijken. Het kookpunt van waterstof en het kookpunt van ammoniak is in Binance Insights data te vinden. En dat van ammoniak is heel veel hoger dan dat van waterstof. Dus dat betekent dat het eigenlijk veel makkelijker is, of minder ver af te koelen, om vloeibare ammoniak te maken. Het kost dus minder energie. Dus je kunt dan zeggen, het voordeel is, het kost minder energie om ammoniak vloeibaar te maken dan om waterstof vloeibaar te maken. Ik kan ook een heel ander antwoord geven. Bijvoorbeeld zeggen, nou, waterstof is explosief, dat brandt heel makkelijk en daarom is het veiliger om ammoniak te gebruiken dan om waterstof te gebruiken. Dan een halve reactie, vraag 14. Je moet hier zelf een halve reactie opstellen. En als je dat moet doen, dan staat er in de vraag eigenlijk gewoon al precies bij welke stoffen reageren. Dus we moeten eigenlijk het verhaaltje wat hier staat gewoon in formules vertalen. Voor de pijl, ethanol en water. C2H6O, dat is ethanol. Sommige mensen zeggen C2H5OH, dat mag ook. Na de pijl, azijnzuur. Eigenlijk moet je weten wat dat is, maar het staat ook in de vraag om overklapt. C2H4O2, dat is ethaanzuur. En H+ionen. Dus dit zijn de juiste stoffen aan beide kanten van het pijltje. Nou, er moet een 4 voor die H+ komen te staan. Dat heeft met het kloppend maken van de elementen te maken. Ik heb al aan beide kanten 2 keer C en 2 keer O, dus die klopte al. Maar ik heb hier 8 H'tjes, 6+2. En met 4 H+ erbij is ook de waterstofbalans kloppend. De lading klopt nog niet. En we moeten ook nog elektronen hebben, want het is een halfreactie. Als ik aan de rechterkant nog 4 E- erbij zet, dan heb ik aan beide kanten totaal netto een nul lading. Ik heb elektronen erbij, dus dit is de halve reactie die ze willen hebben bij vraag 14. Dan 15. Rekenen aan ADI. De gegevens staan er gewoon allemaal op een rijtje voor je. En we moeten daar gewoon wat dingen mee gaan toepassen. De vraag is, iemand van 65 kilogram drinkt 2 glazen wijn. Is dat meer of minder dan die ADI van 0,70 milligram per kilogram lichaamsgewicht? Eerst gaan we eens even kijken hoeveel wijn deze persoon drinkt. 2 glazen, elk glas is 120 milliliter, dus dat is 240 milliliter wijn. Dan staat er dat er 200 milligram sulfiet per liter in die wijn zit. Dus als ik het aantal liter, ik heb even die 240 milliliter door 1000 gedeeld om op het aantal liter te komen, keer 200 milligram per liter doe, dan heb ik liter keer milligram per liter, dan kom ik op 48 milligram die die persoon binnenkrijgt. Nou, wat is dat per kilo? Lichaamsgewicht, dan moet ik delen door 65 omdat hij 65 kilogram weegt. En dan komt dan 0,74 milligram per kilogram lichaamsgewicht uit. Dus dat is wat hij werkelijk binnenkrijgt. We moeten het even gaan vergelijken met de ADI-waarde. Die was 0,70, dus hij krijgt meer binnen dan de ADI. Dus overschrijdt deze persoon de ADI-waarde. We zijn bij 16 aangekomen en dat is echt een lastige puzzelvraag. Er staan hier twee fragmenten A en B. Die worden in deze reactie aan elkaar omgezet. Dan is er gegeven dat er iets nodig is. Er staat een x'je bij. De x is een beetje gek. Dat hadden ze misschien beter weg kunnen laten, maar er moet hier iets staan. En er ontstaat ook CH3CO in. En we moeten eigenlijk dit gaan kloppend maken. En dan is er ook nog gegeven dat er natronloog nodig is. Natronloog is een oplossing van natriumhydroxide in water. Binance 66A. En in die oplossing is het Na+ en OH- los van elkaar. Dus
Dus het is niet NaOH, dat heet natriumhydroxide, het is Na+, plus OH-. En vrijwel altijd reageert alleen OH-, omdat natrium plus een tribune-ion is. Dus ik ga hier OH- zetten op de plaats van die X. Kijk, ik moet hier ook, hier staat ook een minnetje, de vergelijking moet ook wat lading betreft kloppen, dus ik heb ook een negatief geladen deeltje voor de pijl nodig. Nog kloppend, ik zie hier in het bovenste ding, waar die groene dingen omheen staan, drie keer een groepje wat bijna hetzelfde is als dit. En die zijn in het onderste fragment alle drie verdwenen. Hier staat er ook nog eentje, maar die is er in B nog steeds. Dus er ontstaat drie keer dat acetaat ion. Om het kloppend te maken heb ik dan ook drie keer OH- nodig. Kijk gewoon naar de lading, dit is 3-, dan moet dit ook 3- zijn. Nou, dit is eigenlijk al het antwoord. Het ziet er ingewikkelder uit, denk ik, dan het is, maar het is best een lastig puzzelvraagje. Vraag 17 gaat eigenlijk ook over die reactie, waarbij er NH2-groepen worden gevormd. En ze willen eigenlijk dat die reactie sneller gaat, dus in dezelfde tijd meer NH2-groepen krijgen. Nou, dan moeten we eigenlijk gaan denken aan het rijtje dingen die je hebt moeten leren van factoren die de reactiesnelheid beïnvloeden, en dat even toepassen op deze reactie. Je moet twee dingen noemen, ik heb er hier vier genoemd, twee van de vier is genoeg. Hoge temperatuur, zorgt voor een hoge snelheid. Een hoge concentratie, van in dit geval de beginstof natriumoog. Katalysator kun je natuurlijk altijd noemen, als iets dat de reactie versnelt. En de verdelingsgraad, dat gaat dan over de vaste stof, dus gietine. Dus twee van deze vier moet je geven. En dan 18, rekenen met de pH met significantie, zoals we allemaal hadden verwacht. Een vraag die ietsjes anders is dan in de meeste jaren. We moeten niet de concentratie H+ berekenen, wat vaak gevraagd wordt, maar het aantal mol H+ in 220 liter wijn met deze pH. Dan ga ik eerst de concentratie H+ berekenen. Dat is 10 tot de macht min pH. En het eerste stukje is gewoon de algemene formule. Dat ga ik invullen in plaats van die pH 3,5. En 10 tot de macht min 3,5 is 3,16 maal 10 min 4 molair. Dit is de concentratie. Ik ga op het eind kijken naar significantie, nu nog niet. De concentratie, die hoofdletter M, staat voor molair of mol per liter. En als ik dat keer het aantal liter doe, 220 liter, kom ik op een getal uit in mol. En dus mol per liter keer liter is mol. Dus dit is eigenlijk het juiste aantal mol, maar nog niet het juiste aantal significante cijfers. Ik mag namelijk maar één significant cijfer geven. Er staat hier 3,5. Bij pH-waarde tellen alleen cijfers na de komma mee, dus alleen die vijfde significant cijfer. Dus ik moet het afronden op 0,07, of als je van de wetenschappelijke notatie houdt, 7 maal 10 tot de macht min 2 mol H+. Gaan we naar vraag 19, een vraag over esters. Hier zien we een ingewikkeld stofje, een ingewikkelde ester, genipine. Die is gemaakt, zoals elke ester, van een carbonzuur en een alcohol. En de vraag is hier, wat is de structuurformule van de alcohol. Gaan we eerst eens kijken waar de esterbinding zit. En die zit hier. CO en dan een O en dan een C. Dit stukje hier is het kenmerk van elke ester. En het stukje waar de dubbele O in zit, dat was, voordat het een ester was, het zuur. Ja, COH. En dit bovenste stukje was dus het alcohol. En dat betekent dat het alcohol dus methanol is. Dus CH3, die hier staat. En deze O, daar komt nog een H aan vast. En die H komt omdat bij het maken van de ester ook water wordt gevormd uit de H van het alcohol en de OH van het zuur die dan verdwenen is. Maar goed, dit hier is het antwoord. Dan vraag 20. Ook hier weer een ingewikkeld uitziende stof. Laat je daar niet door afleiden, want de vraag is gewoon, hoe kan het dat de oplosbaarheid van die stof, chitosan, lager wordt door deze binding hier? En bij oplosbaarheid en water, denk je vast wel meteen aan onze goede oude waterstofbruggen. Ik moet even opschrijven. Die genipine moleculen, mooi woord, zorgen voor crosslinks hier tussen de chitosan moleculen. Als gevolg daarvan is dat er minder NH-groepen zijn. Hier zie je een NH-groep en in die crosslink is die NH-groep verdwenen. Als er minder NH-groepen, NH-bindingen, mag je allebei zeggen, zijn, kan die ook minder goed waterstofbruggen vormen met water. En daarom lost hij ook slechter op in water. Daarbij bestaat het grootste deel uit water, dus lost stof ook minder goed op
in wijn. Gaan we naar 21, eigenlijk ook een leervraagje. De vraag is gewoon, geef twee eigenschappen van een enzym, die kenmerkend zijn voor het functioneren ervan. En dan heeft het verhaaltje hierboven eigenlijk er niets mee van doen. Daar staat bij, een enzym is een biocatalysator, dus dat is een eigenschap die je niet mag noemen. Maar de vraag is gewoon, weet jij twee eigenschappen van enzymen te noemen? Nou, je kunt zeggen, een enzym versnelt een reactie. Je kunt ook zeggen, een enzym werkt specifiek, dus het versnelt of katalyseert maar één bepaalde reactie. Nou, dit zijn twee punten. Je mag ook het temperatuuroptimum, pH-optimum of het verlagen van activeringsenergie noemen. En van deze vijf antwoorden moet je er twee hebben. Dan 22, dit is een gemeen vraagje. Hier staat een figuurtje en in dit figuurtje staat hier een vuil less min deeltje. En dan moeten we uitleggen welke binding er is, of we moeten hem noemen. En dan moeten we op microniveau gaan uitleggen. En nou is het vervelende van deze vraag dat er less min ion staat. Dus je denkt misschien snel ionbinding. Maar dat is niet goed helaas. We zien hier dat less min ion. En dan zie je aan deze kant een heel groot hydrofoob gedeelte. Met allemaal C's en haakjes. Dat is de staart. En dat is het staartje hier die hier in dat vetachtige vel gaat zitten. Nou, even goed opschrijven wat er aan de hand is. Hè. De staart van het less min ion is apolair. Of hydrofoob. Officieel is apolair het microniveau woord. Wat moeten die hydrofobe staten doen? Die moeten gaan binden aan vuil moleculen. Microniveau, dus ik zeg vuil moleculen. Dus we zoeken de binding tussen een hydrofobe staart en een ander molecuul. De binding tussen moleculen. Dat is de molecuulbinding. Andere naam is de Van der Waals-binding. Dus Van der Waals-binding of molecuulbinding is één punt. En een stukje uitleg is het tweede punt bij deze vraag. Bij 23 staat er een triglyceride. En een triglyceride is gemaakt van glycerol en vetzuren. Er staat al één gegeven, dodecaanzuur, C12H24O2. Nou, dat bovenste twee, hier zie je 1C in dat zuurgroepje en 11C's. Dit zijn 12C's, dus dit stukje hier en dit stukje daar, die zijn van dat dodecaanzuur. En wij moeten gaan zeggen, wat is de structuurformule van het andere vetzuur? Misschien handig om eventjes uit BINA67G1 te kijken hoe het ook weer zat met die triglyceriden. Die zijn gemaakt van glycerol en vetzuren. En dan krijgen we dit. Dus we zoeken eigenlijk iets met een zuurgroep en een lange staart. En dit is wat van de zuurgroep overbleef is en dit is de staart. Dit stukje hier, dat moeten we eigenlijk gaan kijken van welk vetzuur dat is gemaakt. En dat is eigenlijk gewoon deze. Ja, dus dit stukje hier. Is het hier en een vetzuur is een zuur, dus ik moet er ook een OH bij zetten. En als je denkt, waar komt die OH nou vandaan? En dat heeft te maken met dat water hier. Ja, dus bij het maken van een triglyceride ontstaat er water, dus die OH van dat vetzuur is water geworden bij het maken van dat triglyceride. Uitleg hoeft allemaal niet. Als je dit gewoon als antwoord had, krijg je hier twee punten. Dan 24, we moeten een scheidsmethode noemen waarbij je gebruik maakt van een verschil in kookpunt. Nou, dat is destilleren, heb je als goed is ook geleerd. 25, een blokschema. Anders dan anders gevraagd, maar eigenlijk best wel makkelijk. We moeten een naam van een stof noemen die je kunt recirculeren, die je kunt hergebruiken. Dat is een stof die ergens eruit komt en ergens anders weer erin gaat. Nou, kijken we naar bijvoorbeeld water. Water gaat bij stap 2 eruit en moet bij stap 1 erin. We moeten het op deze manier schrijven zoals de examenmakers van ons willen. Dus we schrijven op, de stof water wordt na stap 2 teruggevoerd naar stap 1. Je kunt ook zeggen, methanol ontstaat bij stap 3 en is weer nodig bij stap 2. Dus de stof methanol wordt na stap 3 teruggevoerd naar stap 2. Eén van deze twee antwoorden is genoeg om het ene puntje te halen. Dan moeten we bij 26 gaan uitleggen aan de hand van een gegeven uit figuur 5. Nou, dit plaatje hier komt uit figuur 5. Of de reactie in stap 5 end of exotherm is. Dus je moet iets uit die figuur gebruiken. En dat iets is dat koelwater. Er gaat hier koelwater in. En waarom is dat nodig? Om het op een constante temperatuur te houden. Schrijf even op. Koelwater is nodig om het op een constante temperatuur te houden. Dat betekent dat er bij de reactie warmte moet vrijkomen. Anders zou er geen koelwater nodig zijn. Een reactie waarbij netto warmte vrijkomt is exotherm. Conclusie, de reactie bij stap 5 is exotherm.
Dan 27. We moeten uitleggen of het een surbase-reactie is. En nou, dat heb je vaak gehad natuurlijk. Alleen hebben ze hier, om het wat ingewikkeld te maken, een heel ingewikkelde stof genomen. Maar wel een hele bekende baas. Nou, wat is ook weer een surbase-reactie? Een reactie waarbij een zuur H+ afstaat aan een baas. Daar moeten we naar op zoek. Deze stof, dit zuur, daar gaat na de pijl het haartje vanaf. Eigenlijk is er een H+ vanaf gegaan, want hij is min geworden. Dus we kunnen zeggen, deze formule staat H+ af, dus reageert hij als zuur. OH-, dat wordt water, dus OH- neemt een H+ op, dus dat reageert als base. Conclusie, het is een zuurbasisreactie. Let op, ze vragen het om aan de hand van formules het uit te leggen. Dus noem de formule van het zuur en noem die van de base. En zeg dat er H+ over gaat. Als je zoiets zegt als een zuur staat H+ af aan een base, dan ben je te algemeen bezig. Vraag 28 dan. Een mooie klassieke rekenen aan reactiesvraag. Gewone gegevens die hier staan, één voor één toepassen. Dat waren ook weer de stapjes. De eerste stap is om de gegevensstof, dat is hier de stof die in de vraag staat, NLES, naar mol te rekenen. Dan ga ik het aantal mol van de gevraagde stof berekenen. Dan heb ik de molverhouding nodig. Die staat hier netjes in de vraag. En als laatste moet ik de gevraagde stof, pan, pit, olie, daar de hoeveelheid van berekenen. In dit geval in ton. Nou, ik begin met 1 ton NLES. Een ton is 1000 kilogram. En als je daar gram van maakt, wordt dat, als je netjes aan de significantie kijkt, 1 maal 10 tot de 6e. 1,0 maal 10 tot de 6e. Van gram naar mol is gedeeld door de molmassa, die is gegeven, dus ik ga delen door 421 en komt 2375 mol van die stof uit. Dat is eigenlijk de eerste stap. Hoeveel mol palmpuntolie ontstaat er? De verhouding is 2 palmpuntolie op 3 NLES. Dus ik begin bij NLES, dan moet ik delen door 3 en dan keer 2 doen. En dan komt er 584 mol palmpuntolie uit. Gram, dus ik doe het maal de molmassa, die is ook gegeven. Dan komen we dit grote aantal gram palmpuntolie uit. Dan zijn we nog niet helemaal, want we moeten naar ton. Nou, 1 ton is 10 tot de 6e gram, dus ik ga dit weer delen door 10 tot de 6e. Dan kom ik uit op afgerond 1,1 ton palmpuntolie. Weer zo'n rekenvraag met de mol, 29. We hebben hier een tabelletje met gegevens. En dan vragen ze naar de molverhouding tussen koper en aluminium in dat Nordic Gold. Waarbij ze zeggen, ga even uit van 100 gram Nordic Gold. Nou, we moeten het noteren als koper staat op aluminium en dan in mollen. Dus ik moet die koper en aluminium eerst naar mol rekenen. De koper, 89 gram per 100 gram, dat is 89%. En als ik dat deel door de molmassa die hier staat, kom ik op 1,40 mol koper uit. Hetzelfde voor aluminium. Ik heb 5 gram aluminium, als ik 100 gram heb, gedeeld door de molmassa van aluminium, kom ik op 0,185 mol aluminium uit. Dus ik heb ze nu naar mol gerekend, dan kan ik nu naar de verhouding. Er staat hier koper per aluminium, dus ik deel het aantal mol koper, dat is deze, door het aantal mol aluminium. Als ik dat doe, komt er 7,6 uit. Mocht je tussendoor hebben afgerond, dan zou er ook 7,4 uit kunnen komen, dat is ook goed. We moeten nog wel even het noteren zoals we dat van ons willen. Dus koper staat tot aluminium is 7,6 staat tot 1,0. Dat is het antwoord van 29. Dan 30. Ja, eigenlijk gewoon een simpel leervraagje als het ware. Nordic Gold is een metaal dat geleidt stroom. Welke deeltjes zorgen voor stroomgeleiding in metalen? Dat zijn de vrije elektronen. Dus het antwoord is elektronen. Bij 31 worden twee soorten bindingen gevraagd. Ten eerste in normale structuurformules en ten tweede in Nordic Gold. En dat Nordic Gold staat hier. In een normale structuurformule, hier staat methanol, uit een van de eerdere vragen, zitten de atomen aan elkaar vast met een atoombinding. En dus dit is een moleculaire stof en dan is het streepje hier, een binding tussen twee atomen, heet atoombinding. En dan de binding in Nordic Gold. In Nordic Gold heb ik verschillende metaalatomen. En als ik binding heb tussen metaalatomen, noem ik hem niet een atoombinding, maar noem ik hem metaalbinding. Dan 32. Nou, hier een hele hoop informatie die je moet gebruiken. En probeer het een beetje op een simpele manier te bekijken. Je kunt allerlei redeneringen doen, maar eigenlijk als je naar die gegevens kijkt,
kun je het antwoord redelijk eenvoudig beredeneren. Wat is nou de vraag? We hebben atoomdiameters nodig in tabel 1, dat is deze tabel. En we hebben een grafiekje waarin tin en zink staan en dan drie lijntjes. En dan moeten we gaan uitleggen welke lijn 1, 2 of 3 zou kunnen aangeven hoe aluminium te werk gaat. Nou, gaan we eerst maar eens even die atoomdiameters vergelijken. Totdat je niet naar de massa's kijkt, maar naar de diameters. En dan zie je eigenlijk dat aluminium tussen die van Zn en Sn, zink en tin, in. Dus als aluminium qua atoomdiameter ertussenin zit, en als die atoomdiameter er kennelijk toe doet, dan zal die lijn, die hoort bij aluminium, ook wel tussen de lijn van zink en de lijn van tin in zitten. Maar moet er dus lijn 2 zijn. 33, eigenlijk ook weer een leervraagje. Aluminium vormt een laagje aluminiumoxide om zich heen, en daarom wordt de rest van aluminium beschermd tegen corrosie. Dat staat in de leerboeken. Wat geef je nou antwoord? Het geoxideerde aluminium, dat vormt een beschermend laagje. Het gevolg daarvan is dat zuurstof niet door het laagje heen kan en niet bij de rest van het Noordenkoolt kan komen. En daardoor wordt de corrosiegevoeligheid van het Noordenkoolt beperkt, omdat het zuurstof er niet bij kan komen. Dan vraag 34. Hier moeten we aan de hand van de formules van koper en deze stof, Cu2O, gaan uitleggen of voor die omzetting een oxidator nodig is. En dan gaat het om het verschil tussen die deeltjes van koper in gewoon koper en Cu2O. In gewoon koper is Cu niet geladen, dus heeft een lading van 0. In deze stof is het O2- geladen en dan moet het koper 1+ geladen zijn. Dus dat is koper-Romeinse 1-oxide. Het gaat even om de lading van het koper, dat is 1+. Als die lading van 0 naar 1+ gaat van het koper, dan moet er dus een elektron afstaan. Dat betekent dat hij reageert als reductor. Dat was niet de vraag. De vraag is wat is er nodig? Nou, als hij reageert als reductor, dan is er dus een oxidator nodig. Dus dat is het antwoord. Maar je krijgt dus niet een punt voor het woord oxidator. Het gaat natuurlijk wel even om de uitleg waaruit dan logisch volgt dat er een oxidator nodig is. Dan zijn we bij 35. Een makkelijk vraagje vlak voor het eind. We moeten het aantal protonen en elektronen opschrijven van een koper 2+ ion. Zoeken we even op wat de atoomnummer is van koper. Dat is 29. Het aantal protonen is altijd gelijk aan het atoomnummer, dus 29 protonen. De lading is hier 2+, dus dat betekent dat er 2 elektronen minder moeten zijn. In dit geval dus 27. En als ik totaal 29 plusjes heb en 27 minnetjes, kom ik netto op een lading van 2+ uit. Bij 36 zoeken ze de naam van een aminozuur, wat dan in deze reactie gebruikt kan worden. En ze verwijzen naar de juiste Binance-Size-datatabel. In die stof hier RSH zit een SH-groep. En wat we dus eigenlijk moeten gaan doen is een aminozuur zoeken waar SH in zit. Nou, dat is er maar één. Dat is deze cysteïne. En dat is dan ook het antwoord. Je hoeft alleen de naam te geven, je hoeft geen uitleg bij. Dus als je cysteïne opschrijft, heb je het punt. Dan de laatste vraag. 2 reacties die we moeten optellen. Nou, je kent het misschien van het halfreacties optellen, maar je kunt ook gewone reacties optellen. Dat is het eerste deel van de vraag en we moeten als tweede deel toelichten waarom de koper 1+ ionen niet opraken. Als ik die 2 reacties optel, dan krijg ik alles wat hier links van de pijl en daar links van de pijl staat, hier in de totale reactie links van de pijl. En alle stoffen rechts van de pijl komen daar te staan. Dus dit is eigenlijk de optelsom, maar we kunnen nog wel het een en ander wegstrepen. De deeltjes die hier roze zijn gemaakt, staan aan beide kanten van de pijl. Dus ik heb 2 keer koper 1+ daar, die staat daar ook. Aan beide kanten ook 2 keer koper 2+ en 2H+. Die kunnen allemaal weg. Dat betekent dat de totale vergelijking deze hier wordt. Nou, dat is het eerste deel, het optellen van die reacties. Dan moeten we nog uitleggen waarom het koper 1+ niet opraakt. Nou, ik heb de bovenste even laten staan, dan kun je zien dat er evenveel koper plus voor de pijl als na de pijl is. Dus netto worden alle koper plus deeltjes die nodig zijn ook weer teruggevormd. Dus daarom raakt het koper plus niet op. Nou, dit was hem alweer. Ik hoop dat je wat aan hebt gehad. Heb je nog vragen? Geef een reactie onder het filmpje of mail me. En op scheikundehvwo.nl kun je de samenvatting vinden, 30 dagen challenge en een hele hoop oefenopgaven en uitleg van de laatste 15 examens. Misschien wil je ook nog even liken en abonneren. In ieder geval wens ik je
Heel veel succes met je examen. Tot in een volgend filmpje.